En mijn moeder dacht dat ik hem kon gaan gebruiken als asbak. Als asbak. Ergens in de keukenla. In de keukenla. Bij de eigenaar thuis. Bij mijn vriend, ja. Die heeft dus op een goede dag die lade opengetrokken en zag dit. Nou, dat lag natuurlijk al een heel tijdje in de la. Oh. Maar ja, hij hechtte er niet zoveel waarde aan. Hij dacht, ja, dat was meer een onderzettertje voor een pan. Een rond schilderijtje, ter grootte ongeveer van een dessertbordje. Nog niet eens 20 centimeter, schat ik zo. En om daar iets over te vertellen, zit hier Hoogsteder hier. En dat zou kunnen betekenen dat we te maken hebben met een behoorlijk oud paneeltje, is het? Want ik heb gezien dat het op hout is geschilderd, meneer Hoogsteder. Dat klopt. En niet alleen dat het een oud schilderijtje is. Het is heel erg simpel. Er prijkt ook een prachtige signatuur onder. En die signatuur luidt P. Breugel. Dan hou ik even mijn adem in. Want dan lijkt het erop alsof hier sprake is van het vinden van een echte Breugel in Middelburg. En dat lijkt me te mooi om waar te zijn. Ja, maar ik denk niet dat het de Breugel is die iedereen denkt dat het zou moeten zijn. P. Breugel, oftewel Pieter Breugel de Oude. Maar die signatuur P. Breugel staat ook voor zijn zoon Pieter Breugel de Jonge. Ah, en hoe kun je het verschil weten dan eigenlijk? Het verschil is eigenlijk heel simpel. Ik heb niet alleen de verf en de kwaliteit van het schilderij bekeken, ook het paneel. Maar ik ben ervan overtuigd dat het schilderij is rond 1620, 1625 ontstaan. Maar P. Breugel, de jonge, zoon van zijn vader, schildert dit soort schilderijen naar voorbeelden van zijn vader. Vandaar dat P. Breugel, Pieter Breugel de Jonge in dit geval, en de studio voor mij zonder meer aannemelijk is om dit schilderij daaraan toe te schrijven, CQ echt te verklaren. Ik ga nog weer even terug naar u. Ja. Wat ik natuurlijk wil weten is, waar komt dat ding vandaan? Hoe is dat boven water gekomen? Nou, het hele voorgeschiedenis weet ik dus niet, maar hij lag nu in de keukenla. Ergens in de keukenla? In de keukenla. Bij de eigenaar thuis? Bij mijn vriend, ja. Die heeft dus op een goede dag die lade opengetrokken en zag dit. Nou, dat lag natuurlijk al een heel tijdje in de la. Oh. Maar ja, hij hechtte er niet zoveel waarde aan. Hij dacht, ja, dat was meer een onderzettertje voor een pan. Zegt u dat nog eens één keer? Ja, het was meer een onderzettertje voor een pan. Ja, ja. Ja, ja. Dat is heel gebruikelijk. Misschien niet bij Breugel de Oudere, maar bij Breugel de Jongere gebruik je dat als onderzettertje voor een pan. Ja, in de keuken. Meneer Hoogsteder, als het allemaal zo is zoals u zegt dat het is, dan hebben wij hier een grandioze vondst gedaan in Middelburg. Ja. Waar we heel erg blij mee mogen zijn omdat dit nu weer toonbaar is, zichtbaar is. Maar natuurlijk brandt bij ons allemaal de vraag of de eigenaar nu ook iets kapitaals in bezit heeft gekregen. Nu u definieert dat het gaat om een echte Breugel de Jongere. Nou, ik denk dat hij er heel veel pannenonderzettertjes voor kan kopen. Ja. Ja. Maar om voorzichtig te schatten, denk ik dat wat hier nu op tafel voor ons staat een waarde heeft van 60.000 tot 80.000 gulden. Oh. Mevrouw, dit kannetje, noem ik het maar eventjes, dat bracht u mee. Een kannetje, of wat is het eigenlijk? Sorry. Ja, ik dacht een blakertje, maar... Een blakertje? Dacht ik. Oh ja. Of iets van een kaars in te zetten of zo. Of een vaasje. Ik had je graag verteld dat het een blakertje was, maar dat is het niet. Wat is het dan? Het is een kwispedoor. En vlug liet ze los. Ja. Er werd dus inderdaad in gespuugd, maar niet zoals de ouderwetse manier zoals wij kennen van in de hoek. Nee, dit was in de goede burgerij, bij de goede burgerij, voor het pruimen. Ach, dus het was dus niet de bedoeling om van een end zo echt... Sst, want er is het gat ook te kleven. Dat gaf je echt door. Dit gaf je door, of je kon het wil oppakken. Wil je misschien even spugen of zo? Want je ging, misschien ook even... Heeft u er genoeg van? Nou, heeft u er genoeg van, dan werd zo'n ding werd rondgegeven, ja. Was dat dan iets zieks om pruimen te bakken? Het pruimen überhaupt, ja tuurlijk. Het was vrij kostbaar in die tijd. Ja, dat kon niet iedereen doen, ja. Ja. En nou, in die tijd konden natuurlijk ook alleen maar de goede burgerij kon zich zo'n ding veroorloven, zo'n vispedoor. Oh, okay. Dus dat stond gewoon zo tussen de theekopjes en dat soort. Nou, je moet er even, het is even wennen, je moet er even een voorstelling van maken, maar ja. Ja. Heeft ze er goed aan gedaan door het te redden? Ja, absoluut. Ja? Absoluut, want het is natuurlijk een ontzettend leuk stukje.
Wat ik zelf graag in de winkel zou willen neerzetten. Let zelf, wat is het waard? Wat zou ik dan vragen? Ik zou 6.500 euro vragen. Doe die maar niet. Komt oorspronkelijk, voor zover wij weten, uit Oost-Pruisen. Mm-hmm. En mijn moeder dacht dat ik hem kon gaan gebruiken als asbak. Als asbak. Ja. Maar jij had op een dag een asbakje nodig thuis. En je moet, ja, ik ben een roker. En ja? Nieuwe auto's hebben geen asbakje meer. En twee van mijn tantes hebben ook zo'n klein bakje. Die zeggen daarvoor gebruiken. Dus ik zei tegen mijn moeder, als je wat vindt, denk aan mij, geef het mij. En ze is gaan struinen thuis. En toen kwam ze met dit. Heb je het gevonden? Ik had het gewoon in de kast liggen. Nou, we gaan eens even kijken of dit een mooie gouden asbak is, Titia. Nou, het is alles behalve een asbak. Maar van goud is hij zeker. En het is een vanity box, zoals dat heet. Een vanity box? Ja, het is voor het eerst dat ik het hoor. Ja, ik heb er ook nog nooit gehoord. Wat betekent dat? Ja, het is eigenlijk wat nu de dames in de clutch hebben als ze naar een feest gaan. De clutch? De clutch, dat is zo'n mooie kleine tasje wat je onder je arm draagt. Ja. En dit is daar een soort voorloper van. In de jaren 50 waren er veel grote gala's en grote bals in Amerika. Ja, dan moest er toch wel iets meegenomen worden. He, ik zie me een beetje de feestel in Hollywood vormen. Hollywood-style, goudlamé-jurk en opgestoken haar, oorbellen, sieraden, armbanden, gewoon meerdere aan elke pols. En dan een asbakje aan je pols. Een asbakje aan je pols, ja. Zullen we eens openmaken? Want ja, ik neem aan heel leuk. Op het moment dat het doosje open gaat, gaan die hendeltjes omhoog. Dus als je met je mooie lange nagels, hoef je alleen maar eventjes aan het lipje te trekken en dan kunnen die vakjes open. Het middelste vakje is waarschijnlijk iets voor een poederdonsje geweest. Het vakje wat daarnaast zit, dat is een lippenstift. Als je die eruit haalt, er zit nu niks in. Maar daar hoort een lippenstift. Ja. Oh. Dat wordt dan speciaal erin gemaakt. Ja. En hier zit een zwarte streep. Maar dat is een strijkstukje waar je dus een lucifer op kan afsteken, strijken. Dus eigenlijk de zijkant. We komen in de buurt, hè? Ja. Dus we komen toch dicht bij een heel speciaal element. Want hier zaten dan die lucifertjes natuurlijk in. Dat is toch een bijzondere functie, vind ik zelf. Want als je onder het spiegeltje kijkt, het vakje kan ook open. Daar is een groter vakje. En daar hebben dan die lange, dunne sigaretjes in gezeten. Die de dames toen rookten. En deze dame was zo geëmancipeerd dat ze ook haar eigen lucifers bij zich had. Onafhankelijk van de man. Ze hoefde niet om een vuurtje te vragen. Sterker nog, de heren konden haar om een vuurtje vragen. En dan is ook nog hier een ivoren stukje waar opgeschreven kon worden met een heel fijn potloodje. En dat potloodje, dat zat erin en dat is helaas verloren. Oh, dat is de footsie? Ja. Maar verder is het een prachtige staat. Het is heel mooi compleet. Ja. Is dit nu nog gewild of moet je hier echt verzamelaar voor zijn? Hier moet je echt verzamelaar voor zijn. Ja? Ja, tegenwoordig wil iedereen toch ook zijn telefoon kwijt. En dat past hier niet in. Ik moet wel zeggen, ik denk dat je bijvoorbeeld als je echt een goed feest hebt en je wel de blits maakt. Ja. Dan is dit natuurlijk wel echt een conversation piece. Ja. Nou mist natuurlijk dat pennetje. Dat is voor een verzamelaar dan wel weer een minpunt. Gaat verkeerd. Toch? En het kettingje wat niet origineel is. Ik denk als je dit zou moeten kopen, dan moet je toch denken aan een 5.500 euro. Zo. Is leuk. Heel leuk. Dat is een heel leuk van dat pakje.